Het is momenteel voor de 10e keer Noorderlicht. Maar Groningen heeft al veel langer iets met kunstfotografie. Want in 1901 werd hier in de stad de eerste internationale kunstfotografie tentoonstelling van Nederland georganiseerd. Laten we maar eens kijken hoe dat zat. Ik ben hier op de Groninger Archieven en dat is één van de vele locaties van Noorderlicht. Nou, even naar de geschiedenis van de fotografie. De Fransman Daguerre wordt in het algemeen beschouwd als uitvinder ervan. In Duitsland ontwikkelde de fotografie zich sneller dan in Nederland. En omdat Groningen zo dicht bij Duitsland ligt, profiteerde de stad daarvan. Veel Duitse fotografen kwamen hierheen. Onder de eerste Groningse fotografen waren relatief veel Joden. En een van hen was Abraham Salomon Weinberg. Hij werd in 1869 in de stad geboren. In tegenstelling tot veel van zijn collega's leerde hij het vak van de fotografie niet in Groningen, maar in Amsterdam. Bij hoffotograaf Max Kosman. Maar in 1894 kwam Weinberg terug naar Groningen. Die eerste beroepsfotografen die moesten het vooral hebben van de portretfotografie. En dat gold ook voor Weinberg. Hij werd vooral de fotograaf van de Groningse elite. Zo heb ik hier een fotootje van Weinberg. Het staat eronder, A.S. Weinberg. Van jonkheer Alberda van Ekenstein. Hij fotografeerde natuurlijk Jan Evert Scholten. En soms twee leuke jonge meiden. Maar niet alleen individuele portretten. Soms ook groepen, zoals het bestuur van de Harmonie. Het ging goed met Weinberg. En Weinberg was een van de eersten die zich ook ging toeleggen op kunstfotografie. Nou hebben we in de Groninger Archieven daar niet veel van. Het meeste van die kunstfotografie is terechtgekomen in het prentenkabinet in Leiden. Maar toch zie je in sommige van die foto's daar wel iets van terug. Bijvoorbeeld interieurfoto's bij eerder genoemde Alberda van Ekenstein. Weinberg was in de beginperiode van de fotografie de belangrijkste Groningse kunstfotograaf. Hij deed mee aan internationale tentoonstellingen en won veel prijzen. Zijn werk leek naar onderwerpkeus, compositie en lichtbehandeling erg op dat van Jozef Israëls. Weinberg vestigde zich in 1894 in de Herenstraat, in dat pand, nummer 34. Dat behoorde aan de Franse koopman Marius Paulus. Hij had meer fotografen in huis, had zo wat atelierruimte voor ze. Nou, met Paulus ging het niet goed, die ging failliet. Maar met Weinberg ging het prima. En na enige tijd opende hij een filiaal in Sappemeer. Ook in Groningen vond hij een andere ruimte, op de hoek van de Herenstraat en het Zuiderdiep. Dat was in 1899, toen hij ook trouwde. Weinberg werd lid van de in 1891 opgerichte Groningse fotografenvereniging Daguerre. Hij was een van de weinige beroepsfotografen in deze vereniging.
Toen de Groningse Fotografenvereniging Daguerre 10 jaar bestond, organiseerde het een grote internationale kunstfotografie tentoonstelling. En die werd van 16 maart tot 1 april 1901 hier in de Harmonie gehouden. Er werden wel 1800 foto's ingezonden, maar zoveel ruimte was er niet. Er konden uiteindelijk maar 400 worden geplaatst. Wijnberg hoorde bij de Nederlanders die werden geselecteerd voor de tentoonstelling. En de meeste inzendingen kwamen uit het buitenland. Veel van Duitsers, ook uit Engeland, Frankrijk, België. En er was een Rus en een Amerikaan. Het was een echte internationale tentoonstelling. De jury gaf de meeste prijzen aan Duitsers. Wijnberg viel niet in de prijzen. Hij moest zich tevreden stellen met een diploma als bewijs van deelname. Het was natuurlijk fantastisch, zo'n tentoonstelling in Groningen. Maar uit vakkringen was er ook kritiek. Die kritische kanttekeningen zijn te lezen in het geïllustreerd tijdschrift voor fotografie Lux. Het begon in het tijdschrift met de oproep op fotografen naar Groningen. En velen gaven vandaar gehoor aan. En schreven daarna hun impressies. Er was veel lof, er was veel moois te zien, volgens de bezoekers. Maar dan de kritiek. Met name de jury moest het ontgelden. De Duitsers waren massaal in de prijzen gevallen en die Duitsers werd verweten dat ze vooral uit waren op effectbejag. Sommigen die hadden een gigantische omlijsting erbij gemaakt. Nou, dat was allemaal niet fraai. En soms ging het toch vooral om onscherpte van beeld. Er kwam een discussie van, is fotografie eigenlijk wel kunst? Nou, ik vind het wel aardig, want juist hier hebben we een serie foto's gebaseerd op de historische portretfotografie. Erg leuk. Noorderlicht is ook werk van fotografen die al zijn overleden, zoals Ed van der Elsken. Dus van Wijnberg had hier wel iets kunnen hangen. Dit Oosterboogcomplex is één van de locaties van Noorderlicht. Een van de grote locaties. Noorderlicht duurt nog tot en met 12 oktober.